Over een paar weken dan zijn deze knotwilgen weg. Want de Kamperzeedijk, waar deze bomen langs staan, kenmerkt zich door scherpe bochten. En juist in die bochten kun je het tegemoetkomend verkeer niet zien, omdat de knotwilgen het zicht van het verkeer belemmert. De wilgen zouden ook gevaarlijk zijn voor fietsers, zegt de provincie. Door overhangende takken fietsen ze geregeld op de verkeerde weghelft. De Partij voor de Dieren in Overijssel heeft het provinciebestuur verzocht om de wilgen juist te behouden. Want dat zou goed zijn voor mens en dier. Ze zijn van ecologische waarde. Dat is de habitat van dieren. Er kunnen vleermuizen in zitten of steenuilen. Maar ook voor ons als mensen is het belangrijk, want ze hebben een functie in het milieu. Ze nemen zuurstof op, gaan het broeikaseffect tegen. Maar ook een landschappelijke waarde, want bij een dijk horen natuurlijk ook knotwilgen. Toch lijkt de kans heel klein dat de actie van de Partij voor de Dieren iets uithaalt waarmee ze de bomen kunnen redden. Want de benodigde vergunning die de provincie heeft aangevraagd is vorig jaar al verkregen. In die vergunning is afgesproken dat de provincie ergens in de buurt van Kamperzeedijk weer nieuwe bomen moet planten. Dat is inmiddels in samenspraak met buurtbewoners al voor een groot deel gebeurd. Ook is er volgens de provincie gekeken of er beschermde dieren in de knotwilgen leven. En die zijn volgens waarnemers niet gezien.